We gaan proberen vanavond bij het boek te houden en in het boek bij de Monitron-affaire. Dat is voor veel mensen vrij duidelijk. Het komt ook in het Juma-artikel ter sprake, dus jullie beiden zijn erbij betrokken. De Monitron-affaire was eigenlijk, mag ik dat zo uitleggen, dat u aan een aantal mensen die bij u belegden, beloofden dat ze binnen de kortst mogelijke tijd, zijn de 3, 4 maanden eventueel, tot 40% en meer winst zouden maken. Daar komt het eenvoudig gezegd op neer. Voor een stuk, ja, laat het ons twee soorten operaties, er waren beleggingen op termijn, waar dat niet zo'n fantastische winsten op zaten. Maar, en er waren dus die speculatieve beleggingen die soms tot 100% op 2-3 maanden. Ja, never done. Is hij nu een bedrieger? Is hij een oplichter? Is hij een witwasser? Ik ben geen rechter, nog onderzoeksrechter. Ik ben alleen iemand die feiten vaststelt en dat de oppervlakte brengt. Wat wij vastgesteld hebben over Monitron is dat het inderdaad voorgesteld werd als een beleggingssysteem, om geld belegd op de beurs beter te laten renderen dan het marktgemiddelde. Maar wat wij in praktijk gezien hebben, is niks anders dan een systeem van cashcourierdiensten, cashgeld dat uit het land werd gebracht naar het buitenland. Trouwens, iemand publiceert een lijstje van hoe de Evian van het geld, hè? Mensen brengen geld, mensen halen geld en dat gaat dus. Hoeveel geld is er zo verdwenen volgens u? Gedoe ergens naartoe waar we spreken over geld dat verdwenen is. Er is ten eerste een deel geld dat teruggekeerd is. Hè? Er is 2,4 miljard belegd door een aantal Islaamse families, dat geld is volledig teruggekeerd op een klein percentage. Naar die families? Ja, ja. Waar meneer Van Rossum nooit niks over zegt, dat... Is dat dan belegd of wat is er mee gebeurd? Niemand weet dat. Bon, daar zijn ook geen vragen over gesteld. Pas daarna is het systeem opgezet waarmee met contracten van Prudential Beige vermogende mensen werden aangezocht om te beleggen bij Monitron. Op die contracten steunde meneer Van Rossum zich, heb ik begrepen, om mensen te overtuigen. Dat creëerde geloofwaardigheid. Hij toonde dat soort contracten. Dat creëerde geloofwaardigheid naar de potentiële belegger toe. En waren dat valse contracten volgens u? Uit alles wat ik gevonden heb, en dat is betrouwbare informatie, anders zou ik het niet geschreven hebben, en er is ook bij twee bronnen gecontroleerd, en wat meneer Van Rossum dat ontkent, blijkt dat die contracten vervalst zijn. Ja. En u ontkent dat? Nee. Dat zijn valse contracten, bijgevolg. De contracten zijn vervalst, maar niet door mij. Men heeft met alle mogelijke middelen dat proberen te bewijzen, maar men moet een keer een beetje objectief zijn in die zaken. Je krijgt op een bepaald moment opdracht, voilà, je kunt verenderende dingen doen, stap in die contracten. Iemand, het is toch niet, als ik zeg meneer Van Rompuy, hier is een papier met Prudential Beige op. Ik ben geen agent van Prudential Beige, stort nu een keer 2 miljard. Want er is, meneer Bouillon stort 2,4 miljard. Het is toch logisch, wetende dat ik geen agent van Prudential Beige ben, dat die man me naar Prudential Beige op de Louisa-land te bouwen heeft. Dat is nooit een verkoopargument. In een oplichtingstechniek zou dat iets zijn wat dus nooit of nooit werkt. Moest meneer Verduin zeggen, maar er was medeplichtigheid op de dienst daar, zou ik het kunnen geloven. Zou ik zeggen, er is misschien iets aan. Maar men heeft, en dat is toch zeer opvallend, en dat moet je durven toegeven, men heeft in het onderzoek dat 14.000 bladzijden telt, zitten er 4 of 5 bladzijden over Prudential Beige. Ja, maar goed, het gaat nu daarover, hè. Dat heeft hij nu uiteindelijk ontdekt. Dus de vraag is... Maar dat was al ontdekt, dat stond al voor de vorige verkiezingen in het lang en in het breed in de morgen. Maar er stond niet bij dat uit die bevindingen bleek dat u daarbij betrokken was. Ja, dat was zonneklaar, mijn handtekening stond erom. Ja, tuurlijk, maar bijvoorbeeld handtekeningen ook iets zeer typisch is, meneer Verduin zegt, Van Rossum, hij hebt nooit belegd. Dan moet gij mij een keer uitleggen, meneer Verduin, 8 dagen nadat het dossier afgesloten is, krijg ik een eerste taxatie van 650 miljoen. Van de BBI, die mij komt vertellen, dat is 650 miljoen die je moet betalen op beleggingen die gedaan zijn bij Kieder en Peabody. Ik heb er hier toevallig, ik had ze niet bij de hand, je mocht gerust zien. 166 miljoen voor het jaar 90, waarvan dat gij zegt, gij gaat niet. Dat is 166 miljoen, die slaat op belegging bij Smits en Sons. Dat is toch een echt document? Is niet vervals. Is geen vervalste meneer Van Rossum, staat daarbij dat dat voor die beleggingen is, of is dat omdat u nooit in uw leven belastingen hebt betaald? Nee, trouwens, dat heeft er niets mee te maken. Het heeft te maken met het feit dat u maandenlang geroepen hebt van, ik beleg alles en kom eraf en delft belastingen. Ja, die man belegt alles. Nee, nee, het merkwaardige is dat de BBI blijkbaar beter gestructureerd is, of vlotter werkt, dan het gerecht. De BBI had in 1, 2, 3 beet van daar is er geld belegd en daar is er geld belegd. Wat dat niet blijkt uit het onderzoek, dat moet gij toegeven dat in het onderzoek een aantal dingen heel vaag gelaten worden. Hij insinueert op een bepaald moment,
met die 2,4 miljard van die West-Vlaamse families, dat zit zeer eigenaardig in zijn haak. Mm-hmm. En dat is heel waarschijnlijk een witwasoperatie. Ik ontken zelfs dat ik insinueer dat dit een witwasoperatie is, maar gaat u verder. Bon, maar ik ben daar een beetje bang van, want dat heeft hij ook al in het journaal gezegd. Ik moet daarmee oppassen. Ik ben bang van de term witwassen in dit verband. Maar witwassen weegt zeer zwaar, is strafrechtelijk een zeer zwaar misgreep. Maar vermoedt u dat, of denkt u dat het, of zegt u nu het is ik niet heb daar dus geen sluitende bewijzen van. Ik heb ook geen vermoedens in die richting. Er is in het rechtelijk onderzoek ook niks onderzocht in die richting. Er waren ook geen klachten geformuleerd of geen vragen gesteld. Dus ik heb er geen uitspraak over te doen. Het zou overstandig zijn van de. Vreemd is ook dat meneer Van Rossum daar nooit iets over zegt. Ja, die zegt er dus ook niks over. Wat is er daar gebeurd met die 2,4 miljard? Die 2,4 miljard kunt gij ongeveer vermoeden wat dat er gebeurd is, namelijk dat de winst groter was dan wat er officieel naar België teruggekeerd is, in dat de winst die in België niet uitgekeerd is, in het buitenland is uitgekeerd. En waarom dan bij die mensen wel en bij de volgende mensen niet? Maar bij de volgende mensen is dat ook gebeurd. Ja. Dat begint dan allemaal, dat begint allemaal. Nee, de laatste vier contracten, er is dus voor $68 miljoen... dat naar alle soorten mensen gegaan is niet teruggekomen. Dat is meer dan 2 miljard. Dat is inderdaad, dat is 3 miljard dat niet teruggekomen is. Mij verbaast altijd die enorme bedragen waar het hier om gaat. Maar dat is een signaal dat Van Rossum een van de spelers was, en dat is eigenlijk een indicatie dat er niet alleen in dit land, maar in alle landen van de wereld enorme zwarte geldstromen zijn, waar figuren als Jean-Pierre Van Rossum zich opstorten. Maar dat ontkent hij. Dat is toch geen zwart geld? Wanneer zij het bij de bank lenen, is dat geen zwart geld, meneer Illegans? Ja. Maar al die andere mensen die daarna gekomen zijn, zijn er allicht toch wel bij geweest met zwart geld? Of? Ik denk dat in dat milieu het onderscheid tussen zwart en wit geld al verkeerd is. In de monde haute finance is het geld, heeft het geen kleur. Die mensen kunnen veel, dat. Veel belangrijker in de monde van de haute finance is vertrouwen. In vermogensbeheer is het vertrouwen wat telt. Nu, meneer Van Rossum, ik wilde hier ook eens ter bedde brengen. Hij heeft altijd gezegd van ik noem geen namen en ik bescherm mijn mensen en om evidente redenen. Maar er is toch het merkwaardig verhaal hoe u de rekeninguittreksels van de BNB Trade and Investment Bank, een zeer belangrijke bank, centrale bank en heel uw netwerk, hoe u die hebt bezorgd aan het parket in Antwerpen. Dat is toch merkwaardig. Er ontspint zich een discussie tussen uzelf en iemand van de gerechtelijke diensten over een bepaald bedrag. En Sander, daar loopt u daar binnen met die uittreksels. En u zegt van ik heb hier de uittreksels bij van die bank. Alleen de uittreksels van Krasniansky had ik bij. Maar er staan natuurlijk op een uittreksel staan meerdere verrichtingen. Er stonden vier verrichtingen. Maar het is een beetje naïef. Dus u zegt tegen die onderzoeker, kijk, bekijk dat hier eens. Dat staat hierop, ik heb gelijk. Krasniansky zei dat hij nooit belegd had. En toen heb ik een onderzoek geschreven. Okay. Hier, en er stonden drie andere, maar geen namen. Want in Zwitserland werkt niks met naam. Maar zeer rare dingen die gebeurd zijn. Allee, u zegt, u bent een strooiman. Ja. Als dat zo is dat ik een strooiman ben, moet gij mij verklaren, hoe komt het dat ik de enige beschuldigde ben in dat dossier, dat dan niemand naast me is. Ofwel ben ik geen strooman, moet ik daar alleen zitten, ofwel moet degene in opdracht komen dat ik werk. U noemt geen namen. U moet niet klagen dat u alleen zit, want u weigert, als er al stroommannen zijn, of als er al machtige mannen achter of naast u stonden, weigert u ze altijd te noemen. Maar er komt nooit geen enkel bewijs. Ik weet niet of jij kinderen hebt, maar de dag dat jouw kinderen bedreigd zijn met een pistool, hè, en dat je daar de nodige gevolgen van draagt in het leven van een kind, zult je misschien begrijpen waarom dat ik gezegd, ik zwijg. Maar ik zal er geen bezwaar tegen hebben dat iemand anders iets gaat zeggen. Dat is nee, Rossum, als het waar is, is dat heel erg. Maar daarmee is de discussie ook gesloten. He? Nee, maar nog meer, bedoel, u zegt altijd, ik werk met fiduciaires. Ik heb met fiduciaires gewerkt en fiduciaires spelen een sleutelrol. Wat is dat fiduciaire? Een fiduciaire is een anoniem punt waar iemand een opdracht geeft. Die opdracht wordt doorgegeven. Door dat doorgeven uit die fiduciaire wordt die opdrachtgever anoniem. Niemand weet nog wie die opdrachtgever is. Nu, hij spreekt altijd van twee bazen. Dat zegt u nog in het gesprek met die van Herren. Meneer Van Rossum werkt met fiduciaires. Ja. Dus hij werkt in opdracht van mensen die je niet kent. Dat wil zeggen, dat kunnen drughandelaars zijn. Dat kunnen wapenhandelaars zijn. Dat kunnen allerlei soorten criminelen zijn. Hormonenhandelaars. Dat kan al zijn wat het wil. U weet niet hoe je gewerkt hebt. Dus hoe kan u dan nu zeggen van... Wilt je daar een keer naar kijken? In je boek zegt jij... Niet zonder pretentie. Meneer Van Rossum heeft de naam van een fiduciaire gevonden in een van mijn boeken en voert dat ten berde. Juist, ik heb dat gezegd. Dat heb je gezegd. Hè. We gaan de naam niet noemen. Om maar het ik ken dat document. Dat document slaat op Parsifal World... 87. In 87. Alsjeblieft, een beetje... Maar ten eerste een beetje correct blijven. Ja, 6 maanden uit. Je moet voor de microfoon spreken, want je hangt met die buik op de microfoon. Dat is vreed, in zo'n buik. Ja. Op dat moment vraag ik al aan de ambassade in Antwerpen de gegevens om te zien wie dat erachter zit. Maar luistert, dit is dus
Parsifal Wealth Holdings in Panama. Een holding, en u moet dat weten, want u bent even verstandig als ik. Een holding is een houdstermaatschappij, die houdt aandelen aan. Die is geen fiduciaire, die heeft geen opdrachten, die zegt niet van Van Rossum, doe ik keer dit en doe ik keer dat. Die controleert op haar beurt een fiduciair, maar als jij zegt, hij controleert... Dat staat daar niet op, dat lees ik hier niet op. Hij staat... Wie is dan de fiduciaire die daaronder staat, die je opdracht geeft, hoe noemt hij dan? De namen staan er toch bij. Dan kan ik er ook je papiertjes tonen, bedoel, waar dat er wel op staat. Nee, dat papier bewijst in ieder geval één ding. Nee, dat wijst niks. Dat ik in 87 al navraag doe wie dat die mensen zijn. Terwijl jij zegt, jammer... Je hebt dat in een boek van mij gelezen. In 87 lag je nog aan de moederborst. Wat zou je tegen dan een boek geschreven hebben? Wat ik het in gelezen heb. Meneer Van Rossum, wat ik mij afvraag. Als wij vragen stellen aan die beroemde econometristen die voor u hebben gewerkt. Bekwame mensen die nu zijn teruggekeerd naar belangrijke functies in belangrijke instellingen van dit land. Als ik aan die mensen vraag, kunt u mij een spoor of zelfs maar een belegging opnoemen die Van Rossum heeft gedaan, dan antwoorden die mensen tegen mij, niet één. Maar die kunnen dat ook niet weten, die zijn bezig met gewoon onderzoek. Die vraag is vanmorgen op de persconferentie ook gesteld. Die mensen houden zich bezig met onderzoek, houden zich niet bezig met belegging. Het doen van de belegging was mijn taak. Het doen van het onderzoek was het werk van de econometristen. Maar daardoor ben ik de enige die erop dus weer is Jean-Pierre Van Rossum de enige die met bewijzen kan boven water komen en dat systematisch nooit doet. Nee, dan altijd de enige is, dan moet je geen boek schrijven dat ik een stroomman ben. Dat moet zijn, Van Rossum heeft alleen gedaan. Wie voor fiduciaires werkt is sowieso een stroomman, want je weet niet hoe jij werkt. Dat is toch evident. Voilà. Goed, we gaan... En bovendien, als u een stroomman was, dan hebt u nog oplichterij gedaan bij het leven. Hoezo? Of niet soms? Want u was niet het soort stroomman zoals uw geldkoeriers die geld ergens naartoe brachten en die niet wisten waar dat geld vandaan kwam. U bent echte magistraat, uw pretentie is onbeschrijfelijk. Veroordeeld en zo. Je hebt zo'n beetje van het dossier gezien en nu zei het toch voor één keer dat het voor de televisie mocht komen. Nu gaat er nog de... alle pretentie ter wereld en gaat hij hier een keer uitleggen hoe dat gegaan is. Hij die met moeite het verschil weet tussen schaalelasticiteit en elasticiteit. Meneer Van Rossum, niet schelden. Nu gaat het nog zielig worden ook. Ja, niet schelden, dat heeft hier geen enkel resultaat. Maar we gaan afsluiten binnen 2 minuten. Is toch dat, bedoel, meneer Van Rossum moet binnen 2 weken eigenlijk, of op 14 april start dat proces. Normaal zou men verwachten dat u eigenlijk andere dingen doet nu. Dat u een ander soort verdediging opbouwt of dat u... Maar u blijft eigenlijk gewoon aan dit show-element meespelen en zo. En u blijft eigenlijk gewoon bezig met... Nee, ik weet, en daarom heb ik gezegd, wij zitten daar op proost. Het feit dat iemand alles gaan zeggen heeft, weet ik dat men op dat proces het bijzonder moeilijk zal hebben om staande te houden dat er een carousel was. Alles gaan zeggen. Ik hoop dat iemand zo'n pak papieren mee had, want alles gaan zeggen... Die man heeft dus een enorm pak papieren gaan dragen... Hele dozen zijn er gedragen. Die carousel, dat wil ik nog een keer zien. En je moet mij tenminste het voordeel van de twijfel geven tot op de dag dat het proces voorbij is. En niet op voorhand zich substitueren zoals meneer Ilehems doet. En zeggen, ik ben de opperrechter en ik weet al alles van lang op voorhand. Want dat is juist wat verkeerd is. En dat is niet de taak van een journalist. Dat hij een verslag uitbrengt, zoals meneer Verduin doet, akkoord. Dat hij morele oordelen en juridische oordelen heb, zoals meneer Ilehems doet, is moreel, verkeerde benaming van journalistiek. Ik heb u gevraagd, meneer Van Rossum, zelfs als u dat gedaan hebt als stroomman voor anderen, dan bent u nog betrokken in iets dat duidelijk naar oplichterij ruikt. Op zo'n ruikt het al. Ja, we gaan eens eventjes, we gaan eindigen met een telefoon die net binnenkomt, zie ik hier op mijn scherm. Ja, meneer, zegt u het maar, of mevrouw? Ja, goeiedag meneer. Goeiedag. Is meneer Van Rompuy? Ja. Meneer Van Rompuy, goeiedag. Meneer Van Rossum kent mij zeer goed. Ik was zijn compagnon en ik heb met hem in Grobbendonk een hotel gebouwd. Het Monitron Hotel. Ik heb Van Rossum in het jaar 90 25 miljoen frank per cheque overhandigd, een bankcheque, waarvoor ik een wissel in de plaats gekregen heb, die 2 maanden later met 20% rente zou terugbetaald worden. Dat zou de kapitaalsverhoging moeten zijn die diende voor het hotel. Meneer Van Rossum heeft mij en mijn gezin en mijn 2 kleine kinderen en mijn 3 grote kinderen laten vallen. En ik ben jammer genoeg, wat eigenlijk mijn levenswerk moest zijn, gefaald. U wil niet zeggen wie u bent? Ja, meneer Van Rossum kent mij Jan heel Wouters. Goed. Wouters. Hoe zegt u? Jan Wouters, en hij mag vertellen
Jan Wouters is de man die momenteel op de vlucht is. Ja, dat klopt. Het staat uitvoerig in het boek beschreven. Ja, ja. Oké, maar we gaan daar niet verder op ingaan. Het is iemand die hoe dan ook gedupeerd is. Zwaar gedupeerd. Waarvoor zwaar gedupeerd. Het is iemand die geld aantrok van mensen uit de Kempen, beweerde dat zij geld was, het bij ons erin pompte. In zijn hele leven, zoals later. Hij moet het boek van meneer Verduin maar lezen. Ja, meneer Wouters, dank u voor het gesprek. Maar eventjes dit nog vragen. Deze telefoon nu, die nu hier onverwachts binnenkomt, bewijst dat niet dat u toch altijd in dat soort dingen verwikkeld geraakt, met allerlei dingen bezig bent die u telkens weer in moeilijkheden brengen, of u een oplichter bent of niet? Het grote probleem is dat er komt geld binnen in grote pakken. En iedereen zegt altijd, dat is van mij. En achteraf bleek altijd dat soms 7, 8, 9, 10 mensen, de zaak Codrin die erin komt, is een schitterend voorbeeld, brengen dat bijeen. En hij weet eigenlijk niet wiens geld hij aan het beleggen. U heeft ook nergens geld opzij gelegd voor uw zoon of zo, op een rekening? Er staat in de Humo staat dat ik $140 miljoen opzij gezet heb in Zermatt. Ik wil direct een papier tekenen van meneer Illehems, dat hij alle tegoeden van mij in Zwitserland of op mijn zoon mag gaan halen en dat hij er zijn nieuw kostuum mee koopt. Dat is niet waar. Nee, ik heb geen halve frank opzij gelegd, weliswaar, en dat blijkt uit huiszoeking bij een van de advocaten van de West-Vlaamse families, dat er $362 miljoen, waarvan 68 van klanten was en de rest van mij onder de vorm van commissies was, dat die versluist zijn van Zurich naar Panama, van Panama naar Curaçao, dat die in Curaçao bij de bank NMKB terechtgekomen zijn, op een firma die IBAC eet, in dat van die firma IBAC, als je nu naar Curaçao gaat, naar het handelsregister, gaat hij wonderwel vinden dat daar de bladzijden uitgescheurd zijn uit het handelsregister. Wie dat IBAC is, en dat ze ook niet meer in de computer zit. En daar is een stuk onderzoek naar gevoerd. Goed, maar we gaan hier in elk geval mee afsluiten. Nog één vraag, u heeft twee lijfwachten bij. Bent u echt bang voor uw leven? Voor het mijne minder dan voor mijn vrouw en mijn kinderen. Ja. Het zou me niet veel geven om morgen doodgeschoten te worden, dan ben ik van al mijn miserie vanaf en moet ik niet meer voor tribunalen van journalisten verschijnen. Maar afgezien daarvan, voor mezelf niet, nee. Goed, heren, dank u wel.